Is dat ome Ruud, hè? Is dat ome Ruud, hè? Is dat ome Ruud, hè? Ja, kom dan. Moet je hier komen? Kom dan. Kom. Kijk eens wat ik hier lekker aantref. Mijn mannetje ligt hier. Ja. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 28 juni 2021. En het is nou net 2:30 geweest in de middag. Ja, nou, ik loop dus nu even naar Ro. Nou, alles gewoon weer op de coronamaatregelen. Dat was een ambu. Dus ja, en dan ga ik even boodschappen doen. En dan ga ik op de fiets, vraag me nog niet hoe, naar de Jumbo. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Is dat ome Ruud, hè? Is dat ome Ruud, hè? Is dat ome Ruud, hè? Ja, kom dan. Moet je hier komen? Kom dan. Kom. Ome Ruud, kom dan. Bep, dat is ome Ruud, hè? Komt ze weer met die scherpe nagels, hoor, denk ik. Hey. Huh? 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 Je bezicht dat weer niet openleg. Hé, hey. Wat kom je doen? Cookie vragen. Cookie, bietje? Ja, dan moet je eerst even lief gaan zitten. Laat ik net zeggen, maar dat doe je al. Oeh. Laten we eens even kijken of ik nog wat heb voor jou. Vast wel, hè. Ja, lieve mensen, ik loop dus buiten. Ik mag inderdaad nu officieel weer naar buiten. Dus dat betekent ook dat ik voor Roderick dus nu boodschappen ga doen zometeen. Yep. En wat is dit mooi, hè, deze boom. Heerlijk, moest kijken. Maar, ik wil eventjes... reageren op een reactie die ik heb gehad onder negatief of positief van mijn vlog. Luister, ik betaal gewoon mijn schuld af. Delen. Ik heb een betalingsregeling. Dus ik betaal bijna €200 per maand af. En daarvan spaar ik dus ook weer voor mijn autorijles. Dus daarom kan ik dus ook, niet elke week op dit moment, maar ik kan wel één keer in de maand even mijn autorijles weer even oppakken. Dus ja, dus zodoende, daarom dat ik al zei, ik kan dus wel gewoon mijn dingen betalen. Maar betaal de Belastingdienst, maar... Nou ja, inderdaad, bijna ruim €200 per maand. En ja, daar gaat ook nog mijn vaste last en alles vanaf. En dan ook nog mijn sparen, probeer ik. En ja, en dan één keer in de maand probeer ik dus mijn autorijles weer even op te pakken. Ja, en dan heb ik toch nog een voedselbank nodig en een dierenvoedselbank. Dus ja... Dan kun je wel nu een heel groot tegen mij gaan zeggen. Ja, maar betaal nou eerst je schuld af. Ha, daar ben ik mee bezig. Ja. En ja. Heb ik wat meer over, dan betaal ik meer. Maar heb ik dat niet? Ja. Je kan niet in mijn portemonnee kijken wat ik wel of niet kan betalen, toch? Dus ja. Dus dat. Dus. Maar ja. Dus ik ga gewoon proberen om gewoon mijn dingen te blijven doen die ik altijd doe. Zoals gewoon altijd gezellig jullie lekker meenemen in mijn hele leven. En ja, ik ga gewoon zo meteen op de fiets naar het grote winkelcentrum. Dus heel veel kijkplezier alsnog. Yay! Thank you.
Kijk eens wat ik hier lekker aantref. Mijn mannetje ligt hier. Ja! Lekker op het handdoekje. En jij? Is je lekker? Ja. Ja. Nee, dan ga je daar weer weg. Waarom? Waarom? Hai. Zo, hè? Ja. Het is nogal best een schroef ook. Jeetje, mina. Zo. Ik kan deze er vanaf en dan ga ik even nieuwe pakken. Ja.
Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.